De Stroortklinkers die zongen het al. Er ben veel mooie wichter in Grun. En ze hebben gelijk. Denise Speelman uit Hoge Zand heeft al meerdere titels op haar naam. Miss Noord-Nederland en vorig jaar nog Miss Nederland. En het balletje dat blijft maar rollen. Want volgende maand vertrekt ze naar Amerika om mee te doen aan de Miss Universe-verkiezing. Goedemiddag, Denise. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je kan inmiddels uit ervaring spreken. Een Miss moet mooi zijn, maar het is niet alles. Waar moet volgens jou een Miss nog meer aan voldoen? Ja, een Miss moet wel het totale plaatje hebben. Dus je moet een boodschap hebben en die draag je uit. En zoals bij Miss Nederland ook, mag je je podium gebruiken om ergens voor te staan. Voor mij is dat om het gesprek over eetstoornissen te openen. En dat is goed gelukt dit jaar, dus daar ben ik heel trots op. Wat heb je allemaal kunnen doen? Nou, ik ga nu binnenkort als ervaringsdeskundige aan de slag bij Stichting Leontienhuis van Leontien van Morsel. Zij heeft zelf ook een eetstoornis meegemaakt en heeft daarna een stichting opgericht. En ik merk gewoon via social media, omdat ik me daar heel erg over uitspreek, dat ik veel berichtjes ontvang van meiden en jongens die daarmee te maken hebben nu. En het is gewoon heel fijn om om naar ze te luisteren en ze te kunnen helpen. Je werd in augustus wat je mist in Nederland. Wat is er sindsdien allemaal gebeurd? Wat is er allemaal op je pad gekomen? Ja, heel veel, heel veel. Het is natuurlijk een raar jaar, ondanks corona, maar ik heb echt zulke toffe dingen mogen doen. Met de nieuwe advertentie voor Hanna, huidcoach, heb ik in heel veel bladen mogen staan. Waar mijn gezicht echt in your face kwam. Heel veel shoots en interviews gehad in bladen, zodat ik mijn verhaal kon vertellen. Netwerk opgebouwd. Ja, en dan ook nog als klap op de vuurpaal volgende maand naar Miss Universe. Hoe gaaf is dat? Heel gaaf. Ja, heel tof. Is het mis zijn een dagtaak voor je nu? Ja, zeker. Ja, en want je bent daarnaast natuurlijk ook veel bezig met social media. Dat is in ons dagelijks leven toch wel belangrijk. Omdat je via daar ook heel erg uit kan spreken. En je kan connecten met de mensen die jij wil aanspreken. En daarnaast heel veel projecten opgestart met de partners van Miss Nederland. Gezicht geweest van campagnes van hun. Dus heel veel gebeurd. Hoe groot is je kans om Miss Universe te worden? Want ik neem aan dat je de concurrentie al even hebt opgezocht op social. Ja, het is vooral het is heel leuk. En vooral het is heel bijzonder dit jaar dat we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Voor heel veel landen is het lastig om te reizen. Het is allemaal spannend. En we hebben een groepsapp met alle landen bij elkaar. En dat is zo bijzonder. Dus ik denk dat het vooral gewoon een hele leuke groep gaat worden. En dan kan er natuurlijk maar één de winnaar zijn. Maar we staan daar straks wel met zoveel landen bij elkaar op de Miss Universe verkiezing. Dus heel bijzonder. Ja, 6 mei, dan vertrek je naar Amerika. Wat moet er allemaal nog gebeuren voordat je gaat? Nou, alle kleding uitzoeken, welke outfit ik mee ga nemen. Ik ben in mijn dagelijks leven ook stylist, dus dat komt goed. En daarnaast nog veel shoots, video-opnames. Ja, natuurlijk goed voorbereiden, mentaal ook voorbereiden. Als jij dan bekend maakt van jongens, we gaan naar Amerika toe, 6 mei vertrek ik. Zijn er dan ook Nederlandse kledingmakers die zeggen van, ja wacht eens even, ik heb een hele mooie jurk voor je gemaakt. Die moet je gewoon dragen, want daarmee ga je winnen, of werkt dat zo niet? Ja, ik heb een eigen ontwerpster die de jurk maakt voor voor de competitie daar. Dat is Miss Pearl Couture, die ontwerpt het jaarlijks voor ons. En daarnaast ben ik gewoon voor de dagelijkse outfits daar ben ik in gesprek met ook Nederlandse ontwerpers die waarvan ik zeg maar wat mag dragen daar tijdens dat ik daar ben. Dus dat is ook wel heel, heel fijn. Als in december de oliebollen weer verkocht worden, is er dan nog een kans dat wij als gewone grunnigers bij jou, bij de kraam, bij je vader dan nog een oliebolletje kunnen kopen? Ja, natuurlijk. Daar sta ik gewoon straks weer in de kraam. Dat komt helemaal goed. Denise, gewoon een oliebolletje bij me komen halen. gaan we doen. Met poedersuiker. Denise, heel veel succes, heel veel plezier. Dankjewel. En houden Nederlandse eer hoog. Super, gaan we doen. Dankjewel doei. Voor de telefoontje. Doei. Doei. Denise gaat naar Amerika. En misschien wordt ze wel Miss Universe. Nou, misschien ze gaat gewoon in het punt. En dan in december een oliebolletje halen. Het poedersuiker van Denise. Radio Noord met Tina Turner. Dit is Two People.